jongens, ik ben Dennis, aka Renske, en vandaag op jullie episode 5 van Road to Life, 30 minuten in Chaos Mode. En als eerste wil ik jullie echt allemaal enorm bedanken, want in deze video's vraag ik om 400 likes totdat ik een nieuwe episode upload. En op mijn laatste episode, die 2 dagen geleden is geüpload, heb ik al meer dan 500 likes. En dat vind ik enorm vet om te zien, dus jullie gewoon denken van, weet je wat Dennis, we doen gewoon 500, we doen 100 extra, maakt het uit. Dat vind ik enorm vet om te zien. We gaan gewoon voor deze video ook weer 400, sorry. Maar als jullie mee willen, kan het uit, vind ik helemaal top natuurlijk. Maar er werd een vraag gesteld van, kun je even, iedere keer als jij speelt en je haalt een hoge score, een hogere dan de vorige keer, kun je dan even kijken in de leaderboard hoe hoog je staat. Dus ik denk, ja, pak mijn Dome er even bij, daar heb ik de vorige keer op gespeeld. En ik sta daar 7000ste. En dat is niet heel hoog vergeleken met Village, want daar stond ik 1000 als het goed is. Dus ja, zo kun je dus ook zien, op Dome kun je meer punten halen. Maar even vandaag gaan we voor deze map Underground. Ik heb er nog geen één keer op gespeeld, zoals je ziet. Ik sta niet in de leaderboard, ik sta niet in de lijst. Dus we gaan gewoon starten. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Geen tactiek, helemaal niks. We gaan gewoon spelen en hopelijk kunnen we een lekkere score neerzetten. En als we falen, dan gaan we gewoon nog een keertje. Ik bedoel, als wij 6 miljoen punten houden, dan gaan we gewoon nog een keertje. Hè? Dus zo simpel is het. Maar we gaan voor de 20. Ik denk dat het mogelijk is, waarschijnlijk niet. Maar gewoon vertrouwen blijven houden natuurlijk. Ja. Zo. Let's get started. Het is ergens in Londen denk ik, hè? Engeland ergens in die hoek. Nou. Goh, je meent het. Allemaal Engelse vlaggen. Really? In the ground. Nou, het duurt best lang te starten. Ik dacht altijd dat Call of the Ghost al lang duurde tot die matches starten. Maar je doet het ook lang. Nou, in ieder geval, ja, ik weet helemaal niet waar je de goede wapens liggen. Totaal niet. Dus oh, dat is zo irritant, hè? Die kabel van die PlayStation 4 controller. Als je de PlayStation 4 controller wil gebruiken, dan moet je constant die kabel eraan hebben zitten. Dus dat is niet echt handig. Wallbang, nee? Oké. Okay. Dan niet, hè? Nee, dus ik heb echt geen flauw idee waar ik heen moet. En daar ligt gewoon niet op de grond. Hallo! Een creeper tegenaan. Oké, okay, we gaan gewoon een beetje rondlopen. We zien het wel. Nou, daar gaat mijn... Oh, ik kan hem nog! Ik denk, daar gaat mijn keerbonus. Heel keerbonus van 8. Ja jongens, dit is het probleem. Je hebt hier heel veel dingen waar ze mensen heen kunnen lopen en waar ze net achter kunnen lopen, waardoor je dan weer net ze niet kan raken. En ik denk dat dit een verschrikkelijke map is om een hoge keerbonus op te zetten. Hé, hey, wat denk jij nou? Flik eens op, kut hond. En ja, ik ben een hondenliefhebber, maar niet in dit spel. Ik heb ook een hele aan die honden in Call of Duty. Oh, we beginnen nou al met die stinkpakken. Er is anders aan het stinken. Ja, dat bedoel ik jongens. Ze gaan allemaal achter die treinen verstoppen. Nou heb ik al... een keer bonus verneut, dat maakt niet uit, want het was heel laag. Maar gewoon het principe is er al. En hij schiet mis. Dat duurt lang, man, de laden. Holy shit. Dit is echt freaking lang. Oh, hallo. We moeten naar een meer open plek toe gaan, want hier ga ik hem sowieso niet halen. Ja, zie je, ik ben nou... Oh, daar stond er eentje. Ik kom met sprayen. Ja, hier moeten we weg, want ik zie ze helemaal niet. Hallo. En als ik ze niet zie, dan gaat het ook niet goed komen. En dat is een leuk wapen. Hij is dood. Ik dacht dat iemand... op mij hoorde inlopen en dat was ook een. Ja, misschien is dit een betere plek. Want daar waar ik net allemaal was met die treinen, ik zie die enemies niet en dan raken ze me wel. En ik moet ze gewoon raken, anders gaan mijn keerbonus weg. En die keerbonus is belangrijk dan alles, zo'n beetje. Misschien niet het allerbelangrijkste. Ik pak hem maar eventjes voor de zekerheid. Ik pak dadelijk de andere dingen wel weer op. Hij is weg. Grote zak. Kut hond. Zo. Op zich is het ook best een handig wapen. Zo. Je kunt gewoon lekker sprayen. Zet hem. Ik weet niet eens eigenlijk hoeveel perks je allemaal kan hebben. Daar let ik nooit erg op. Ze komen nu al met helikopters en zo. Daar ligt iets van Last Stand. Daar moeten we ook zo meteen maar even heen gaan. Die Last Stand is handig. Ik word al nauw al verkracht. Damn, begin nou al de ellende. Oké, okay, gaan we snel rennen. Oh, P9, dat is handig. Dat ding heeft fucking wel ammo. Waar ligt dat ding? Daar ligt hieronder. Waar ik dus eigenlijk helemaal niet wil zijn net. Dus nou weet ik ook dat ze daar dus al die shit droppen. Even een stunnetje. Ik denk dat ik die shit daar toch allemaal wel... Mijn armor, die heb ik nog eventjes. Hoppakee, dat was een close call. Dat was mooi, dat was spannend. En ik weet niet, wat ik vind die op zich nog wel fijner als die live machine gun. Gewoon omdat je lekker snel mee kan lopen, alleen ook heel snel kan doodgaan. Nee, niet nou al. We zijn net 10 tellen bezig. We zijn net 10 tellen bezig, zeg ik. Geef me ook even de tijd om bij te komen van deze ellende. Ik heb je ook niet om gevraagd, hè. Oeh, dat was close. Dat was close, oké. Okay. Gooi een granaatje erbij. Oh, hallo, hallo. Nee, daar gast. Nee, daar ontploft er eentje. Ja. Ellende. Ik wou erheen lopen, maar ik liep naar de gast toe. En de gast, daar blijft je constant hitten. Dus daar moet je niet in de buurt zijn. En dan ontploft er ook nog eentje. Ja, ellende allemaal, jongens. Ellende, ellende, ellende. Maar zolang ik eigenlijk down ga, dat maakt het allemaal niet uit. Als ik wel iedere keer zorg dat ik die last stand dingen weer oppak.
Dat is veel belangrijker. Ga nou eens gewoon dood, oké? Okay? Is er nou te veel gevraagd? Ik wil gewoon dat je sterft. Blijkbaar is dat toch echt te veel. Er zijn hier veel meer honden als op andere mappen, lijkt wel. Hier in Engeland houden ze meer van honden. Volgens mij valt er allemaal reuzen mee. Oh, daar hebben we nog steeds Juggernaut natuurlijk. Oh, tuurlijk, hier hebben ze een andere broer. Andere broeder. Kan ik hier ergens... Oké, RPG, snel. Ik wil eigenlijk die RPG's gebruiken voor die Juggernaut, maar... Dan moet die Juggernaut hier natuurlijk wel ergens in de buurt zijn. En ik zie helemaal niks. What the fuck, ook allemaal vandaan geschoten. Oeh, rennen. Ik heb al geen keerbonus meer, dus dat is niet echt gunstig. Nou al niet. Shit, ik heb die freeze dingetje niet gebruikt. Oeps, hallo. Oeps. Pak me even dit ding erbij, als jullie zeggen niet dat ze boven staan. Ik ben er bang voor wel. Oké, die hebben we daar neer. Hopelijk schiet hij een beetje. Hopelijk werkt dat. De vorige keer ging het niet zo goed met claimers. Hopelijk nou wel. Oh, ik heb hem. Toch passen voordat ik de dingen oppakken. Yep. Dit is op zich best een leuke plek. Ga af. Oké, dat was misschien niet zoals gepland. Ga weg. Ik mag niet doodgaan door jou. Ik heb daar geen zin in. Niet nu. Dit is geen leuk moment. Oeh, pas op. Granaten, maybe. Oh, de hond. Hond. Oh nee, er is een hond met C4. Wat doe je de hond aan? Oh, ik moest erop af, want ik zag dat mijn kipboom bijna weg was. Oh, fuck. Er zijn er superveel. Ik zie deze waarvan ik allemaal gehit word, jongens. Ik zie het niet. De hond heeft C4, zeg ik net. Oh, shit. Oké, dat is ook geen ideale plek. Ik lig in een deuropening. Ik heb nog less stance. Ik wil zeggen, ik heb geen less stance meer, want ik zag ze niet meer. Oké. Ik heb volgens mij echt een hele slechte ronde hier. Ik kan er niks aan doen. Maar ik zie daar dingen liggen waar ik eigenlijk heel graag heen wil. Dus hopelijk is dat mogelijk. Is dat haalbaar? Come on. Moet die weg. Oh, we hebben dood. Oké, niet handig. Ik heb nou mijn armor al weggewerkt, volgens mij. Ik ga gewoon rennen. Ik ga rennen. En pak het maar weer op, want... Shit. Oeh, dat was close. Ik dacht, dit ding heeft geen range. Dit ding heeft geen range, dus moet ik mee oppassen. Oké, come on. Hoppakee, come on. Dit werkt wel. Let's go. Let's get this party started. Oh, fuck. Ga weg. Ik val daar ook dood ook. Nee. Ik heb mijn keerbonus weggewerkt. En die tijd liep nog. Dus ik ben nog wel leem. Nee, ik heb een 200 keerbonus weggewerkt. Shit. Nou heb ik echt een probleem. Nou begin ik eigenlijk in principe helemaal van nul. Ah, dan ga ik nog dood ook. Shit. Ja, je blijft zeg maar in leven als die timer bovenin nog loopt, zeg maar. Dan maak je niet juist de keerbonus weg. Als die timer ook op nul staat en je keerbonus gaat weg, dan ga je altijd... Dan is het gewoon afgelopen, maar dan ben je af. Jezus, als nou even... Dit is echt verschrikkelijk in het al. Ik word van alle kanten echt helemaal naar de kloot geschoten. Waar heb ik nou weer doorgehit? Ik denk dat dit mijn laatste moment is, joh. Ik zie niks. Dit is echt, denk ik, de slechtste match die ik tot nu toe heb gespeeld. Ik hoop echt dat ik er helemaal terug kan brengen. Dat zou zo fucking vet zijn. Oké, we doen even. Want even rust in de tent. Ik heb geen... Oh, ik heb nog wel less tent, maar niet veel. Ik zie niks op de kaart. Oh, claimers. Lol. Niks zien. Wat? Weer? Nee! Oh, die was fucking nice. Oké, let's go. Rennen. Ik heb niet veel. Oké, knife jou even. Gewoon om tijd te rekken. We zitten alweer bijna op de 100 keer. Dus niks aan de hand. Oké, het is wel iets aan de hand. We hebben net gewoon bijna 300 hadden we. En nu heb ik dus nog niet eens 100. Dus nog niet eens 50. Maar letterlijk bijna 100. Dit is gewoon een ramp. Dit is echt een ramp. Oké, nou ik wil eigenlijk proberen om op hem C4 te gooien. Maar dat duurt zo lang. Kijk dan hoe lang dit. Woe! Close call. Oh shit. Nee, ik moet laden. Dat duurt allemaal veel te lang. Ja. Fuck. 9,5 miljoen. Moet ik wel zeggen. Dat is niet echt goed. Weet je, we doen gewoon nog een keer. Fuck it. Restart. Gewoon omdat het kan. Nah, jongens. Fuck.
Wat fuck? Ik ging gewoon echt te snel dood gewoon. Hier moet ik dus niet heen, hier liggen shotguns. Die RPG daar, dat is handig om te weten. Ja, ik had net die keerbonus niet weg mogen krijgen. Dan, als ik die nog had gehouden, dan had ik veel punten gehad. Geloof me, dan had ik echt best wel veel punten gehad. Want ik zat op 400, ik denk dat ik dan, of 300, ik denk dat ik dan 400 bijna had. Ja, ik denk dat we wel punts hadden. Ja, deze keerbonus staat maar niet uit, dat is ook niks. Deze plek is gewoon kut, want je ziet hier helemaal niemand. Die honden zijn wel handig, die rennen er echt gewoon doorheen. Dus als je even niemand kan vinden, dan kun je op die honden proberen. En dan gaan ze eens wel allemaal in mijn rug komen, hè? Dan is wel! Ga weg. Oh, hier ligt ook allemaal wapens, hè? Hier. Kijk eens hoe rustig het is. Kijk op de minimap, hoeveel mensen en dan staan ze achter me. Oh ja, tuurlijk. Suicide. Jezus Christus, man. Het is hier Engeland, er zijn geen suiciders. Nou, die zullen overal zijn, maar... Oh, shit! Rennen! Ik word echt de hele... Ik kan niet laden. Dit ding duurt te lang om te laden. Daar ging weer bijna mijn keerbonus. Oké, quad kill. Helemaal leuk en zo. Niet heus. Ga je nou weer achter mij? Oh, boven mij. Dat kan ook. Ik heb nog wel armor. En het probleem is, ik heb nou niet heel veel armor meer. En het ergste is die Juggernaut. De Juggernaut die vreet gewoon je armor op als het ware. Want als die eenmaal bij je staan, dan word je alleen maar geheerd en je kunt niks tegen doen. En ik moet ook niet in de openbare plaats staan. Kijk hoeveel mensen op mij in zitten schieten. Ik moet eigenlijk met mijn rug gewoon tegen de muur staan. Dat is het meest ideale wat je kan krijgen. En we gaan even hier dit ding pakken. Dit ding was ook altijd leuk. Zo. Een nieuw weapon. Wat ligt hier? Klimmertjes. Oh. Pas op. We zitten nou al een hogere keerpoint volgens mij als toen we net afgingen. Ik heb niet meer gekeken toen ik eenmaal echt afging. Kijk eens hoe mooi dit is. Ja, dat is nou eens leuk. Als ze er allemaal mooi in lopen in je coaches. Wow, daar ging hij bijna. Oké, die pakken we ook even mee. En dan pakken we deze even mee. Ik heb nog steeds niet geladen. 81, we zijn alweer op weg naar de 100. Maar dat mag ik wel, hè. Volgende keer al dus veel meer. Ik heb echt geen flauw idee waar ik heen moet lopen. Want het enige wat ik doe is reageren op waar ik vandaan gehit word. Als ik in mijn rug gehit word, dan weet ik dat er een achter mij staat. Zo speel ik. Dat is mijn strategie. En oh, shit. Oh, we hebben al een Juggernaut vriend. Zetten we deze hier even neer. Die hond hier. Ik weet niet of het slim is om nou eventjes... ik denk dat ik helemaal dood krijg zo. Of niet. Normaal, ja. Gaat hij niet dood? Die man is taai, man. Moet je kijken. Oké, hij is dood. Wat? Oh, shit. Staat er een achter mij? Ik zat even te rustig te laden en zo. Ja, je merkt op een gegeven moment echt niet meer als je gehit wordt, hoor. Geloof mij. Dat merk je niet meer. Hé, hey, wat? Nee, zijn armor is weggegaan. Nee, daarvoor had ik alles gedaan. Ik had gewoon die RPG wel moeten pakken. Ik dacht dat ik het niet nodig had. Nou, blijkbaar wel dus. Oh, shit. Ze blijven echt allemaal maar inschieten. En dan moet ik snel heen. Sterf. Net tijd. Die freeze. Het is zo, als ik een sentry gun zie staan, dan moet ik snel die freeze nemen. Want anders gaat die freeze dus weg. Incoming Juggernaut, ja, dat zal allemaal best wel. Maar ik heb wel andere dingen in mijn hoofd. Het überhaupt overleven. Oké, come on. Laat zien wat je kunt met je Juggernaut, jongen, pussy. Oh shit, er is een achter mij. Wat de fuck kom jij ineens vandaan? Er stond er al die tijd zeker al. Oeh, ik kan een wapen hebben waar hij nou eigenlijk bij staat. Oké, jezus, weer down. Ik ben echt verschrikkelijk. Dit is echt een kut, man. En volgens mij valt het allemaal best wel mee, maar ik ben gewoon slecht bezig. Oh, granaat, ook altijd handig, hè? Oh, wow. Als jij nou eens even sterft, goed zo. Dat is gewoon heel netjes dat je dat doet, want ik vraag het netjes en dan doe je dat netjes en zo. Ah, netjes. Mooi. Als je nou eens even ook allemaal sterven, en jij sowieso sterft, hij stierf niet. Oké, we gaan lopen. Ik zeg lopen, ik zeg niet tegen jullie aan. Oké, dat was ook niet echt slim, een hond. Een knife die explosieven aan zich heeft gebonden. Maar oké, je moet iets. Op sommige momenten. Moet je wat, hè? Wow. Ik heb armen nodig. Dus allemaal net alles iets makkelijker maken. Ik heb echt idee dat ze soms achter je spawnen. Want dan ineens... Dan, je kijkt de hele tijd op minimap. Ik kan het zeggen. Je kijkt maar. Ik kijk de hele tijd op minimap en dan is er niks. Ja, dit is niet echt handig. Nou kan ik ook gewoon niet down, hè. Maar er moet er eentje anders bij staan. Hier, die bedoel ik. Oh. Handig. Come on, weg hier. Ik
hou daar niet heel erg van. Zoveel man omheen staat en op mij staat in te schieten. Dat is niet echt mijn ding. Wat? Ik was net 1 seconde geleden down. Hoe ben ik nou zoveel keer ineens achter elkaar down? Oh shit, geen wonder. Kijk hoeveel dat er lopen. Het zijn allemaal juggernauts, dat is het probleem. En deze zijn ook allemaal steeds sterker geworden. Want ze zijn ook allemaal mislukte juggernauts geworden. Oh shit, ik ga hier weg. Maintain your combo. Dat is allemaal lekker praten en zo. Maar kijk eens hoeveel dat er staan. Oeh, dat was een close call. Oh ja, tuurlijk. Waarom niet? Waarom ook niet? Multiple juggernauts inbound. Goh, doe maar. Doe maar. Doe maar 3. Jezus. Oké, dat is wel gunstig dat ik nou in ieder geval weer die... Oké, gaan jullie daar even... mooi. Ik heb wapens nodig. Wapens, 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 wapens. Oh nee, niet weer. Dat is... Jezus, dat wapen leek helemaal verstopt. Ah jongens, ik kan er niks aan doen. Ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Ik ga sowieso deze map de volgende keer weer doen. Het is het probleem, die dingen liggen steeds zo verstopt, weet je wel. Moet ik helemaal omheen lopen bij de wapens? Ik ken deze map ook niet, ik weet niet eens waar al die wapens liggen. Ik had eindelijk mijn juggernaut. Of mijn juggernaut, mijn armor. Maar in ieder geval, ik hoop het toch dat ze het leuk vonden. Als deze video 4 likes krijgt, dan ga ik zo snel mogelijk gewoon weer een nieuwe episode voor jullie recorden. En hopelijk gaan we dan wat hoger. Net hadden we 9 miljoen, daarna 10 miljoen. Ja, 15 miljoen of zo, dat vind ik eigenlijk een beetje. Dan begint het oké te gaan. Alleen nou, 10 miljoen... We waren pas net begonnen, maar eigenlijk zijn we op 1/3 van wat we willen halen. Dus dat is op zich best net. In ieder geval, als je het dus leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe. Nou, zoals je kan zien, ik had net 10 miljoen punten dus op Underground. En volgens mij vinden meer mensen dit een moeilijke map, want ik sta 1600ste van de wereld. Dus ik ga proberen iedere keer na een episode en ik heb een hoge score gehaald. Dan laat ik het jullie dus eventjes zien wat ik sta op het leaderboard. Dus ik sta op de laatste map. Nou, 1655 van de wereld. En ik ga echt dadelijk gewoon hoog staan, jongen. Als ik hier 30 meer punten moet halen, dan staan we echt hoog. Maar in ieder geval, zoals ik zei, ik hoop dat je het leuk vond. Leuk, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.